Mijn motto is altijd, je mag een stukje meelopen op de levensweg van een kind. En als dat aan jou toebedeeld is, dan mag je je heel vereerd voelen. Want dat kind gaat wel de toekomst in. En dat maakt waarom ik heel graag naar mijn werk ga. Mijn naam is Heidi Schreur. Ik werk 25 jaar voor Humankind. Wij maken met kinderen een activiteitenbus. Daar doen kinderen hun activiteiten, ideetjes in. En samen met de kinderen trekken we elke week wat eruit. Dus de kinderen zetten dan het hele plan op. Wij hebben het open podium onder andere opgezet als activiteitenaanbod. Dat maakt het dat een kind zijn haar talenten kwijt kan, maar ook zich kan ontwikkelen bij ons. Ik hou ervan om nieuwe dingen te proberen. En binnen Humankind kan dat. En ik ben na 25 jaar nog steeds niet uitgeleerd. En dat maakt voor mij het leuk om elke dag weer met plezier te gaan. Ik heb fantastische collega's. Ik heb collega's die ook al langer in dienst zijn, maar ik heb ook collega's die net begonnen zijn. En dat is voor mij ook weer een stukje uitdaging om hun op weg te helpen. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En ik merk dat mensen dat hartstikke fijn vinden. Voor mij is er ontzettend veel groei in de kinderopvang gekomen. 25 jaar geleden werd het eigenlijk nog wel een beetje gezien als spelen. En de kwaliteit is zo veranderd, is zo gegroeid, zo hoog geworden. En dat moet ook, want kinderen moeten zich op een mooie, goede manier kunnen ontwikkelen. Dat zien we in de jaren dat heel erg veranderd is.